Hans en Roman nemen je graag mee op een nieuw reisavontuur. Welkom bij Ons Delfien. Stop is voorbij. Eindelijk, hè? Ja. Maar ja, eigenlijk waren wij niet officieel gestopt. Pas oktober hebben wij de laatste gedaan, de Microsoft met Oktoberfest. En dan had jij heel veel werk. Ik zat met revalidatie met mijn schouder in het ziekenhuis. Nu nog altijd met revalidatie, spijtig genoeg. Maar het was iets beter weer. Het was droog en ik zei, ik moet weg uit die vier muren. Ik zit al van oktober binnen eigenlijk, ik ga nooit niet weg. Dus het werd echt tijd dat we weggingen. En jij had nu een gaatje gevonden, ik had ook een gaatje gevonden. Ja. Dus direct weg ermee en we niet zijn content dat we weg zijn. In het weer zullen we wel zien, hè, want we hadden al... Het is sowieso warmer dan in België. Wel maar 2-3 graden, 11 graden is het maar. Maar eigenlijk, het is droog. Niet en in België ging het wel regenen, dus we zijn goed. Maar we gaan alles klaarzetten, want... Ja, dan trekken we het. Ja. Veel mee, maar niet alles. Ik ben mijn rijstpapje vergeten. Ja, hij is nu in deze fase van het jaar, dus de rijstpapperiode. Ja. Als we naar de zomer gaan, is het chocomousse of puddingskus, maar nu is het rijstpap. En echt die Belgische rijstpap, en je vindt die hier weer niet. Ja, dan zal het zijn wat hier is, hè? Ja, dan zal het wel weer chocomousse worden. Chocomousse. Hè? Ik heb voor straks wel een Fransje panneke. Ik heb het gezien, dat is weer in het winkelkarretje gevallen. Hè? Ja. Gisteren. Ja, als ik in de winkel kom, ligt die winkelkar bomvol, ik snap dat niet. Maar het is wel altijd heel lekker. Ik ga mijn trui aan doen, het is koud. Ja. Goed, we gaan naar de supermarkt nu. We hebben niet alles mee, zoals gewoonlijk. En onze fietshelmen, die doen het niet. Nee, want ik had gezegd van, voordat wij vertrokken, je moet die insteken en opladen. Maar jij zei, nee. Ja, zijn lithiumbatterijen, dat kan toch maanden... Als dat in de kou ligt, niet, hè? Dat gaat plat worden. Hè? Dus die hebben 4 maanden stilgelegen. In de garage, gewoon in de garage. Dus die zijn volledig plat. Thuis. Dus nu hebben we geen fietshelm. Dus als we nu vallen, zijn we dood, kunnen jullie niks meer zien. Ja, zeg. Fatalist. Je moet af en toe wat drama in je leven hebben, anders krok je niet verder. Ja, ze een en al drama in mijn leven. Tegenwoordig wel. Ja. Maar je hebt dat beetje drama nodig, anders kun je niet leven. Dus, het is voor rijstpap te gaan halen. Of chocomousse of zoiets. Hè. Ja, je zit in je rijstpapperiode in de winters. Of misschien een pistoleken, hè? Dat kan ook. Ja. Maar ja, als je dat morgen gaat eten, is dat weer slecht. Hè? Ja. Allee, we gaan niet zien. Hè. Beter de weg nog? Ja, het is maar 5 minuten. Hè. Ja, oké. Kilometer 20. En hoe lang? 4 minuutjes. En dan pakken we de fiets voor. Anders doen we er een kwartier over. Met de oude voet ook wel gedaan. Hè. Dat is langer. Hè. We zijn bij de puddingjes aangekomen. Hè. We gaan dat pakken. Maar tegenwoordig zit alles zo vol.
eten van die extra eiwitten en proteïne. En dat is juist dat ik minder dat mag niet ja. eten. Ja, want al die eiwitdiëten, daar wordt alleen dikker van. Ja, vetter dan. En mijn dokter heeft gezegd van, je mag niet met ijzer die eiwitten niet te veel doen. Nee, niet doen, hè. Chocomousse hier voor uw neus. Dat zit ook niet in, hè. Wat leuk is, zijn al die streekspecialiteiten die je zo in ja, de supermarkt vindt. In Nederland, in Limburg, heb je dat zuur vlees, maar je hebt ook bakleverworst, ja, dat kennen de meesten wel. Maar in België vinden dat dus niet. Of bakbloedworst, bij ons is dat gewoon pens of beuring. Heel lekker. Maar dan deze ken ik niet. Dus als je mij kunt vertellen wat dat is. Balkenbreirutten. Het ziet eruit als... bakbloedworst. Er zit ongeveer hetzelfde in. Allemaal specialiteiten, hè. Dan komen we hier nog een streekspecialiteit tegen, hè. Jam op Kisselse wijze. Ja. Welk smaakje? Aardbeien en rabarber, dat maakt de smaak altijd. Ja. Ja, het zullen met Kesselse aardbeien zijn en Kesselse rabarberstukjes. Schat, jij gebruikt altijd Listerine thuis als mondwater. Hè? Maar ik vind dan nog dat jij soms nog een geur hebt. Je tanden zijn wel verzorgd, maar toch blijft je geur bij je soms van nahangen. Ik heb iets anders gevonden, dat is ook mondwater. Daar hebben ze een hond op gezet, gewoon dat schoner lijkt. Hè? Maar het is wel voor een schoon gebit en zonder te poetsen. Dental fris, dus ja. Dat is niet dat er een hond op staat of een honden is, hoor. Amai. Het staat wel bij de hondenvoeding. Ja. Dat vind ik wel raar dat je dan tussen zetten. Maar we gaan die meepakken. Oh, als je een vrouw bent, moet je een dier pakken. Dat is zo'n kat op, een poes. Dat is voor vrouwen. Maar je bent een man, dus we pakken een hond mee, hè. We gaan nu naar de kassa afrekenen. Ik hoop dat ik mijn rugzak terugkrijg, want ze hebben hem afgenomen. We hebben alles. Hopelijk. Want anders is het morgen terugkomen. Lekker eten. Ik heb worstjes gebakken. Dat doen we altijd. Hè? Ja, dat is zo'n beetje onze traditionele comfortfood. Eerste avond is het worstjes of tonijn af en toe. Ik hoor schoteltje met tonijn. Nu is het weer een sandwichje met worstjes en wat beleg, wat salade, wat worteltjes, wat van die lekkere augurkjes. En voor morgen is het iets anders, hè? Dat zien we nog wel. Hè? Allee, smakelijk. Smakelijk. De afwas is weer al gedaan. Van het nieuwe seizoen, hè? Oh ja, het nieuwe camperseizoen, hè? Voor 24. Keer dat we weg zijn. Ja. Ik heb nog een beetje koud, want we hebben daarnet met volgers van ons, die over ons staan, gebabbeld. En hij had dan nog dit aan, maar ik had alleen mijn t-shirtje aan. Koud. We hebben een uur buiten gestaan.
Ik ben 9 graden en ik ben nog altijd bevroren. We zijn al 2 uur later. Wow, dat is niks. Maar een truma doet zijn ding goed. Ik had een foutmelding met een truma. De gasdruk was te laag blijkbaar, omdat de gas bijna leeg was. Ja. Dus we hebben niet veel gas bij, dus ja, dat wordt spannend hè, voor het een beetje warm te houden. Ja. Nu doet hem het. Begint heel snel wel op een goede temperatuur maar ja, we te komen. Een vlieslaken ook bij voor over de dons te leggen van achter. Ja, vannacht zal wel gaan, hè. Het zal wel lukken. Hè. We gaan nog een gebakje bij voor te snoepen. Een fraaie pannetjes hebben ze voor ons. Ja. Geen nog wat chips en zo. Dus misschien, ja, we zien wel. Hè. Er is nog van alles op tv hopelijk. Ja, jij wil Big Brother zien, hè? Ja, dat zien we nu, ja. Ja, dus, ja inderdaad. Ja, ik heb nog iets voor u. Mag ik het pakken? We gingen geen cadeautjes meer doen. Jawel, we gingen wel cadeautjes doen. Wacht even, hè. Ik kon het nemen, hè. Zal er wat zijn. Oh, daar heb ik niet gekeken in die kast. En nog ingepakt en al. Maar jij hebt het ingepakt, niet? Cadeautje. Ja. Jij hebt het ingepakt. Altijd. In de winkel pakken ze dat niet, hè. Nee. Ik denk dat je het kunt gebruiken. Kousjes. Omdat je altijd van die verschrikkelijke Huttensokken. Van die verschrikkelijke koude voeten hebt. Nee, weet je, nog altijd. En dat zijn van die loopsokken, want die vonden we ik ook niet. Heb je er vroeg in gepakt dan? Nee, van mij niet, ben ik vergeten. Ja, nice. Dus doe ze maar aan, want je hebt ijskoude voeten, heb je er net al gezegd. Ik zeg ja. Allee, hopelijk dat is die 10 euro waard, hè, ja, die kousen. Die vroeg daar nog aan de kassa. Moet ik met een stift over die prijs gaan? Ik zeg, dat moet niet. Ze mogen zien wat dat kost. Ja. Maar dat zijn er ook voor thuis rond te lopen. Hè. Dat zijn van die... Ja, het is een van de onderkant zijn van die... wat is dat? Van die siliconen dopjes op. Ja, van jou te geladen. Ja, voor op de vloerverwarming lekker vegen te geven. Ik ga de camera even terugzetten. Ik zal eens een schaartje pakken. Zo, klopt. Allee, zit je wat aan jullie genoeg te eten? Hier. Kom, ze geeft me die. Knip! En dan nog een rendier dan op. Oeh, heb je van binnen niet gevoeld. Ja. Zit er een rendier in of wat? Merino wel. Merino wel. En dat voor 10 euro. Voelt het dan aan de binnenkant? Ja, dan houdt hij dan binnenste buiten. Hè. Nou ja, zo van dat. En wel ja, voor lekker warme voetjes. Dus. Allee. Ik hoop dat de maat groot genoeg is. Ja, dat gaat wel passen. Hè. Ik ga nog altijd niet bedankt zeggen, want ik wil dat eerst passen, want je kent dat. Als jij iets geeft, is dat altijd de kleine. Dat is de grootste maat dat ze hadden. Dus, zeg ik een keer zo. Ja. Maar kan ik niet bukken? Ja. Ik zal even niet filmen. Ik kan het niet doen, even. Ik kan dat zo doen. Ik gebruik dat toch niet. Ja, maar kom, ik gebruik dat niet. Doe maar. Ik kan mijn voet niet, mijn been niet plooien. Moet ik ze nog aan doen of wat? Steek ik mijn broek. Perfect, hè? Perfect. Perfecte, lekkere, warme voetjes. En een broek gaat er beginnen. Ja. Dat is wel goed. Dus, je kunt ook vannacht aanhouden, hè? Voor vannacht, niet? Voelt me voor in bed. Dat zijn ze? Ja, dat zijn ze. Mm-hmm. Een flesje pan met... een laagje erover, hè. Mm-hmm. En dan doen we dat open. Ja, die is goed verzegeld. Koud buiten. Yes. Njam, njam. Vorkje. Oh, is dat ineens het bordje?
Ja, dat is goed gevonden. Want we hebben bordjes te weinig meegenomen voor te eten. En we dat terug gaan afwassen voor morgen voor middag. Ja, dan doen we dat zo wel. Dus deze Markje. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Nou, hartstikke leuk om jullie eens echt te zien. Jazeker. Wil je op de hoogte blijven van Hans en Roman? Ga snel naar www.onsdelfin.be. Hans en Roman wensen je nog veel veilige kilometers en danken je om te kijken.